naam, nummer, datum, voor je. Zeg, wat? Wie wil je meest fout om je normaal voor te stellen? Ik geef niet mijn nummer uit, nee. Dat is wat jullie allemaal zeggen. André. Dat is jammer. Dat is je pa. Ik zou wel graag in dit gesprek met jou in persoon willen. Maar zoals je weet, is ik en jij beter op elkaar te vieren. Als je al mijn vereisten kan voldoen, dit betekent dat bij mijn begrafenis niet kan maken. Is je Victor Petroleum's nieuwe CEO? Je hebt 5 dagen om in die Kaap te komen. Ik ben Ivan Boeta. En ik is Donnelly Roberts. En ik speel Amorai. En ik speel Basson van Rensburg Junior. Pad Nieuw Hart is een romantische avontuurfilm. Wat gaan over Basson van Rensburg Junior. Nou, Basson is zo'n beetje van een zelfzuchtige jongman, 27, werkt voor zijn pa voor die familiebezigheid. Maar hij heeft een beetje issues. Hij heeft zijn pa niet redder gekend als kind, nie. Zijn pa was bij min daar. En hij blameert zijn pa voor alles. Wat is zo belangrijk dat pa persoonlijk aan die pad van die kop of mijn school? Basson, besef je wat die gevolgen van je besluit gaan wees? Technologie het lang al die rest van die wereld sal hande arbeid oorgeneem word. Stop met daai rimpie. Dis mos nie ook jou groot gemaak het nie. Nee, dit is nie. Kom ons werk. Hy en Basson sit 'n bietjie vas op die oomblik want Basson wil gaan die besigheid oorneem. Want senior het hartprobleme en hy weet een of ander tyd sal hy moet aftree. En wanneer sy pa sterf, wil hy baie graag die maatskappy erf en voor hy dit kan doen, moet hij eerst binnen 5 dagen bij zijn pa's begrafenis in die Kaap komen. Trikus, zijn pa het voor mijn paar lessen en avonturen en challenges gelos op die avonturen af Kaap toe. En dat is wel hij aan mijn rij ontmoet. Thomas in het Lubbe, de persoon van Rijnsburg. Het lijkt net zo jouw pa, man. Lieve junior, ik ben blij je kon voor Thomas ontmoet. Hij heeft mij gewijs dat succes op baie andere manieren als geld gemeerd kan worden. Ah! Al diep asem. Ruil jou sleutels vir die skoene. Ja. Kom ons ver. Help jezelf. Wat doen jij? Ik wacht. Voor wat? Voor jou. Om je wiel om te ruilen. Anders niet aanbied. Ik maak met jou een deal. Dus ik wen dat ik lift koop. 1200 kilometer, zo met jou in die kar. Plus een paar stoppen. Nice doing business with you, Amorai. Amorai is een free-spirited boeheemse meisie wat dwars oor die land toer op soek na avontuur en deur haar bucket list besef sy weer met die dinge wat haar saak maak en sy lewe vir elke oomblik en sy verloor haarself in die mooiheid van elke oomblik en sy leef totaal en al daarvoor. Sy is soos iemand wat hy nog nooit ontmoet het nie. En soveel as wat het hom in die begin frustreer, soveel is dit ook wat hom op die ou einde oorwen en anders na die lewe laat kyk. Jy moet saam sing as musiek begin speel. Moes jy my tent opslaan? Ja, seker nie, ernstig. Kom nie. Want ons is nie voortrekkers nie. Wat is dit? Bucketlist. Had je al afgemerkt? Amper vreemdeling. Fluit je met mij? Zie je wat voor beel? De afgelopen tijd was bij romantische comedies gezien, wat in Afrikaans gedaan wordt. En ik denk jullie film is iets met een beetje meer hart, een beetje sterker levenslessen. En dan ook speelt het af over een landschap van het grootste gedeelte van ons land. Van Johannesburg, graag af tot die Karoo, wildernis. En die story eindig op die Kaap. Ik ken natuurlijk voor Ivan al voor baie lang. Het heeft nog met gekom en gesê dat hy dan een leerder die rol net geskryf en hy wil graag hê dat ons dit moontlik saam doen werk en so. Ek het die tekst gelees en van die eerste oomblik af het ek dink jy die waarheid in die tekst gesien. Jy het gesien dat jy die oorspronkelijke en interessante en ander manier is om naar die romantische genre te kijken. Ons het 3000 kilometer dwars oor Suid-Afrika geskiet en dit is onmoontlik om nie verlief op ons land te word weer in die plek. Hoekom ek dink mense moet na Pad na jou hart gaan kyk, is die
Die story is lekker, is interessant. Dit raak jou, die karakters raak jou. Die belangrike ding vir ons as filmmakers was om 'n film en 'n story te vertel waar mense mee kan identifiseer, waar mense kan uitstap en gaan, wow, ek is trots om eerstens 'n Suid-Afrikaanse film van so gehalte te kon kyk. In my opinie is Pad na jou hart 'n fliek wat dit amper onmoontlik vir jou maak om daar uit te stap sonder dat jy op een of ander vlak aangeraak is. Jy weet, jy gaan lekker lag, jy gaan 10-10 in huil as jy jou hart het. Jy gaan kwaad word, daar's 'n bietjie aksie, daar's avontuur. Ek dink die film het hierdie vermoë om mense te laat dink oor jou lewe en weet wat is betekenisvol en wie in jou lewe maak vir jou saak en hoe kom maak vir jou saak. En ek dink as jy bereid is om die tyd in hierdie film te gaan sit om te gaan kyk, dan gaan jy gaan en jy gaan verryd uitloop. Enigiemand wat 'n waardering het vir 'n film met 'n bietjie hart en 'n regtig trots Afrikaanse en plaaslike film, moet dit nie misloop nie. Almal verdien 'n tweede kans, Bason. Jy sien wat verdwaal is, man. Ek is dalk verdwaal, maar ten minste soek ek. Ek bou nie mure en kruip agter geld weg nie. Diep. Als je vlak is, is alles diep.